Hey, nou heet deze serie De Grote en de Grote Rotterdammers. Ja. Dus ben jij een grote Rotterdammer? Jij bent een grote in ieder geval. En ik vind helemaal niet dat ik... Er zijn veel grotere Rotterdammers. Want ik ben eigenlijk... Natuurlijk, ik ben hier niet eens geboren. En ik woon hier niet eens. Ik geloof dat je 3 dagen in Schiedam hebt gewoond. Ja. In het ziekenhuis. En toen in Rotterdam. Ja. Dus je bent toch gewoon een Rotterdammer? Ja, ik voel me in ieder geval een Rotterdammer, ja. Maar je bent niet als je over straat loopt... meneer Ouwekerk, meneer Ouwekerk. Dat is godzijdank niet. Die ben je niet. Maar dit is het pleintje waar jij woonde. Dit is het pleintje waar ik woonde. Herken je er nog wat van? Ja, eigenlijk alles. Dit hele rijtje is nog exact hetzelfde als in 1946 toen ik hier kwam wonen. Je bent geboren in het ziekenhuis. Op een kraamkliniek in Schiedam. Op de Boerenhavelaan. Ja, mijn moeder moest daar ook naartoe. Die was 40, 41 geloof ik al. Ik was een stuitligging, heb ik wel eens gezegd. En nou, dat moest dus... Omdat het een gecompliceerde geboorte was van een oudere vrouw. De eersteling die ze op de wereld bracht. Dus toen ging ik naar Schiedam toe. Dat staat nog altijd in je paspoort. En ik ben er nog steeds heel erg trots op dat het dezelfde stad is waar Kok van Vuren, een gitarist. Die in Okerbar speelt en die hele mooie dingen doet. Dat hij ook daar geboren is. Dat ik in dezelfde stad als Kok geboren ben. Dat is het enige waarom ik trots ben op Schiedam. 3 dagen volgens mij. Zijn we daar terecht gekomen, want daar wonen mijn vader en moeder daarboven op de tweede verdieping. Ja, ja. Ik had uiteindelijk daar, als je daar naar boven kijkt, zie je daar een soort torentje staan of een geveltje. Dat was een kamertje, dat was mijn kamertje. Vanuit het zolderraam, als ik daarboven stond, keek je zo die kant op, waar nu ook allemaal huizen staan, Schiemond is dat. Ja. Dat zijn allemaal nieuwbouw. Dan moet je helemaal wegdenken eigenlijk, behalve die villa die daar staat. Medisch Centrum Schiemond nu. Ja. Dat was het enige wat er stond. En daar stond een muurtje. Ja. En daarachter was de Rotterdamse fabriek, de oude fabriek van Wilton Feyenoord was daar. Oké, dus je keek niet op de Maas uit, maar je keek op de fabriek. Ik kon een heel klein stukje rivier zien, niet al te veel. Maar als ik boven stond en bijvoorbeeld de Nieuwe Amsterdam van de Holland Amerikalijn of de Willem Ruis... van de Rotterdamse Lloyd, die gingen naar buiten of die kwamen naar binnen. Ja. Die zag je zo voorbij varen. Oh, dat is ongelooflijk. Ja. Ik had ook heel snel allerlei albums met scheepsplaatjes. Oh, erin, ja? Weet je wel. Bij de beschuit kreeg je dat of zo. Ja. Het was een heel kinderrijke buurt. Net na de oorlog, ik ben van 46, dus ik ben net na de oorlog geboren. Dus ook een babyboomer. En er kwamen heel veel kinderen in die wijk. Dus je had heel veel... vriendjes op het straatje zelf, al het rijtje waar we wonen. Wat was jij voor mannetje toen je aan het opgroeien was? Iemand die wilde genieten, die wilde accordeon spelen, maar ook wilde voetballen. En die ook wel eens als er sneeuw lag een sneeuwbal in een bakken zwager van bakken Jans flikkerde, weet je wel. Ik was wel een buitenjochie. Ik was misschien ook wel een beetje... Ja... organisatorisch type op een of andere manier. Ik wilde altijd toch wel vertellen wat we ook konden gaan doen. Als ze zeiden we gaan voetballen, ja, maar we kunnen ook daar gaan voetballen. En dan gingen we daar voetballen. En dan gingen we op een grasveldje in plaats van op een pleintje spelen, weet je wel. Ik zag altijd wat andere mogelijkheden en zo. Een onderzoekend kind eigenlijk, dat, ja. Hey, en dit is allemaal nog hetzelfde? Dit is allemaal nog hetzelfde. Ja? Zie je het, hier staan er nog op 1B. Wij woonden op 1B, Hudsonstraat 1B. Oké. En daar woont nu de SV Health. Nee, Heath. Heath. Heath, SV Heath. Oude minister van Financiën in Engeland. In Engeland, ja. Ja. Ja.
Of was het de minister-president? Dat kan ook, hoor. Weet ik niet meer. Ja, ik geloof dat, dat het de premier was, ja. Weet ik niet meer. Ik weet wel dat hij dood is. Ja. Dat zal wel, hè. Ja. Maar dit, ja. Hier heb ik gestaan. Hier zo op deze plek. Ja. Ik speelde vroeger, vonden mijn vader en moeder mooi, mondharmonica. Bij een club, bij een vereniging in Schiedam. Ja. Dus ik heb toch wel iets met Schiedam gehad. Had ik een wit pak, wit broek, wit overhemd en een stropdas. Dan de straatfotograaf die kwam langs om foto's te maken van mensen die er woonden enzovoort. Heb ik hier gestaan met mijn mondharmonica. En er is nog steeds een fotootje van. Dat, op deze plek, dat stoepje is nog even breder dan dat het toen was. Dit was Café de Visafslag. Ja. Dat heet nu Koffieshop Open. Nee. Open Sahara. Nee. Open Sahara. Open Koffieshop Open Sahara. Ja, ja, dat was een café. Hier kwamen dus allerlei mensen die, die bij Wilton werkten. Ja. Havenarbeiders. Ja. Maar ook mensen die aan de overkant van de rivier bij de Rotterdamse Droogdok werkten. Ja. Dat waren bij elkaar misschien wel 8.000, 9.000 mensen met heen en weer bootjes overgezet. Ja, de vader van André van Duin die deed dat. Hadden die werkte bij de RDM. Hadden ze geld gebeurd, loonzakkie, één keer in de week. En dan kwamen ze hier op vrijdag of op zaterdag. Gaan we eens kijken of het echt geld was. Begonnen ze hier hun geld vloeibaar te maken. Ja, ja, dus, ja. En waarom heette het de Visafslag? Omdat daar achter dat gebouwtje nu, ja, achter dat gemaal. Is dit een gemaal? Havertje. Ik weet niet of het een gemaal is. Het staat erop. Ik heb het eigenlijk nooit. Want ik vind het afschuwelijk eigenlijk. Het beneemt zoveel uitzicht op. Dan zal het wel een gemaal zijn als het erop staat. Want als het een koffiehuis is, dan zet je de koffiehuis op. Daar had je dus de visafslag, de echte visafslag. Daarom heette het Café de Visafslag. Er kwamen trollers naar binnen. Ja. Door die ruige plaatbrug vanaf de rivier met verse vis. Dat werd daar afgeslagen. Er stond een gebouw. Een houten gebouw geloof ik of zo, waarin een man. Ja, daar gingen we wel eens kijken, ja. We zijn daar vaak geweest, want ze hadden daar ook rokerijen, palingrokerijen, gebakken bokking, weet ik van al. Kon je ze ook verstaan? En, nou, die vent niet. Die vent die was niet te verstaan, maar die vishandelaar. Hoezo niet? Ja, dat was een soort Bulgaars, dat die, of Latijn. Ik heb nooit begrepen wat die uitkraamde eigenlijk in die. Ja, een bepaalde veiling, een bepaalde afslag. Die vishandelaren die verstonden dat. Die verstonden dat wel. Leuk. Altijd met brokken ijs, met brooie ijs, weet je wel. Dat werd allemaal kapot geslagen. Ah. Maar we gingen daar palingen gingen we erop halen. Want er bleef altijd wel wat over. Dus, dus we haalden ook wel een palingje mee naar huis. Oh, leuk. Leuk. Dit is de Watergeusstraat. Dit is de Watergeusstraat, ja. Beroemd vanwege André van Duin, maar die woonde helemaal aan de andere kant. Helemaal aan de andere kant, helemaal in het begin. Ja, ja. In het eerste blokje vanaf de Schiedamseweg. Ja. Dus waar de Jammin naartoe. Maar, dus dat was jullie woning daar? Dat was onze woning daar. En het kleine raampje dat daar zit, je daar nog ziet, dat was de slaapkamer van mijn vader en moeder. Mijn vader die werkte bij Wilton Feyenoord, die was verhaler. En wat is verhaler? Verhaler was iemand die ervoor zorgde dat schepen op de goede plek kwamen te liggen in de kade. Van die hele grote schepen, boten noemden we dat. Ja. En die zorgde dan voor de trossen die naar beneden werden gegooid, die om de goede bolders kwamen te liggen. Zo'n tros die werd om een bolder geslagen. Ja. En dat deden ze met een paar man. Maar is dat een dagtaak dan? Het is toch gewoon van kom maar hier en een paar van die tuin. Er zaten wat roeiers beneden die zorgden. Ja, dat was toch wel een dagtaak. Want een man of 15 geloof ik in continu dienst. Dat, ze waren ook heel vaak s'avonds en s'nachts. Geweeg, man. Er lagen altijd wel eigenlijk een schip of 4-5 voor die kader. Dat herinner ik me wel. Er heeft hier een tram gestaan, maar de tram in mijn jeugdjaren. Die kwam daar. Dat was lijn 15 op de ruige plaatbrug. Ja. En daar kwam mijn moeder altijd uit als ze was wezen werken bij de familie Fok. De familie Fok. Ja. Dat waren de grootouders en de ouders van Annemarie Fok, de vrouw van Jules Deelde. Ja, ja. Dus het klopt dat Rotterdam eigenlijk één groot dorp is? Dat klopt, absoluut. Jongen. Al die mensen die ik interview, die hebben weer een verbinding met die hebben weer een verbinding met die hebben weer een verbinding met die. Ik was altijd wel goed in opstellen maken en zo. Ik hield wel van schrijven, dat gebeurde dan echt met schrijven. Ja. En ik weet dat de juffrouw Nederlands, die wij hadden, de lerares,
op de Maatenes-HBS op de Schravendijk wel een keer vroeg. Wat wil je laten worden? Toen was ik een jaar of 13, denk ik, want toen woonde ik net op Zuid. Ja. En dat ik toen zei journalist. En ik wist waarschijnlijk niet eens hoe je het schreef. Dat is wel handig voor een journalist. Dat is wel handig, ja. Dat, ja. En ik niet weet hoe je journalist schrijft. Vanaf dat moment ben ik eigenlijk gaan schrijven, ook voor de schoolkrant. Die we hadden natuurlijk, die één keer in de maand of twee maanden verscheen. Ja. Stukjes over, over dingen die ik daar meemaakte. Ja. Of die ik zag. Ik woonde toen op Charloes, dus ik moest iedere ochtend de Maastunnel door op de fiets eerst. En daarna, later toen ik 16 was, op de Solex. Ik heb een stuk gemaakt over hoe de Maastunnel tot stand was gekomen. Hoe die was gebouwd en zo. Hoe die in de oorlog is opengegaan. En dat met dat jongetje. Met dat jongetje die illegaal doorheen liep enzovoort. Dat, ik weet niet hoe die schoolkant heette. Volgens mij de paddenstoel of zo. Maar dat soort dingetjes schreef ik dan op. Voormalige werkplek. Want hier was? Hier was het gebouw van het Vrije Volk. Het laatste wat nog dateert eigenlijk van het Vrije Volk. En wat nog over is. En mocht je op de afdeling roken? Want ze hebben maar drie rookbalkonnetjes hebben. Toen ik 18 werd, ben ik journalist geworden. Op 19 oktober 1964 op de editieredactie in Amsterdam bij het Vrije Volk. En uiteindelijk ben ik hier terechtgekomen in 1970 bij het Vrije Volk op de Slaak. En toen, en geëindigd bij het Rotterdams Dagblad in 2005, toen het nog een zelfstandige krant was. Beneden had je een boekwinkel, dat het was van de arbeiderspers. He, dat, die was eigenlijk de eigenaar van, Partij van de Arbeid was eigenlijk eigenaar van boekhandels, arbeiderspers, de uitgeverij. Die waren de krant. Wel rijk, hè, die arbeiders. Die hadden de VARA, die hadden het Vrij Volk. Die hadden bijvoorbeeld zoiets als de Paasheuvel op de Veluwe, een heel groot... Rond de Meiboom, dansen rond de Meiboom. Ja, maar het was een heel groot terrein en dat was een heel groot vakantiecentrum. Ja. Ja, die waren toch wel rijk, die georganiseerde arbeiders. Nou ja, we waren spaarzaam, waren gewend om opzij te leggen, zoals dat vroeger ook bij mij thuis ging. In een Brabantia brood of een Brabantia trommeltje met allemaal gleuven erin, voor gas, kolen. Elektriciteit, verjaardag van mijn man, van mijn kinderen, weet je wel. Dat, gedempte slaak heette het vroeger nog, omdat dit ook water was. Tenminste, hier liep ergens water. Ik dacht, hier precies, durf ik niet helemaal te zeggen. Ja. Gedempte slaak. En toen hebben ze, na de oorlog is dit heropgebouwd. En volgens mij met kwartjes en dubbeltjes van de arbeiders hebben ze dit gebouw neergezet. Ja. Het slaakhuis. Het heette toen niet het Slaakhuis, dat is het later pas gaan heten. Ja. Het heette toen gewoon het Vrije Volk. Op de eerste verdieping daar was de redactie. Of op de tweede, dat weet ik. Nee, de eerste verdieping geloof ik. Dit is nu niet meer van, de arbeiders. Dit is niet meer van de arbeiders. Dit is volgens mij van. Dat hebben de arbeiders verkocht, denk ik. Beneden zit de architect, maar het is verder is er nog. Of het een monument is, dat weet ik eigenlijk niet, maar het lijkt me. Wel, want het heeft toch wel een herkenbare... Ja, herken jij het hier nog? Ja, absoluut. Het is nog precies hetzelfde als dat het was. Dat beeld dat heeft ook altijd gehangen daar aan de muur. Dus even bellen. We zitten hier dus aan de kraak, maar ondertussen is Jeroen de architect gewoon en wij bakken er iets van. Ja, daarom zo blok. Ja. Stond het al vol met wanden? Want ze kennen natuurlijk. Nee, het was helemaal open. Echt waar? Het was echt helemaal open, ja. Oh, dat vind ik verrassend. Ja. Dat je ziet ook de tuinramen. Ja, die zijn er nog, dan wist ik vermoedelijk. Ja. De eerste Europa Cup Triomf van Feyenoord hebben we hier vanuit gedaan. 5 mei 1970. 8 mei 1970. 8 mei? Ja, 8 mei. Of 6 mei. 6 mei 1970. 6 mei. 6 mei. 6 mei. 6 mei.
drie verschillende koppen hadden we klaarstaan. Dikke chocoladeletters, groter dan de Telegraaf zou ooit kunnen maken. Ja. Met als belangrijkste kop, we hebben hem. Wij maakten hier extra edities voor het Vrije Volk. Als Feyenoord speelde. Gingen we bij het stadion staan met de eerste helft en in de stad met de volledige wedstrijd. We maakten hem dus ook met de Europa Cup finale Feyenoord Celtic in Milaan. En dat bleef heel lang gelijk, 1-1. En we moesten dat natuurlijk zo snel mogelijk moesten we dat gezet hebben. Want hier was de drukkerij, hier werd het gezet. Hier stonden alle machines. Dus ik liep vast naar beneden toe. Met de kopij dat de wedstrijd gelijk was geëindigd, werd voortgezet over 2 dagen. En ik kom beneden en ik zie een hele zaal, een hele drukkerij vol allemaal juichende grafici staan. Want die hadden allemaal naar een klein televisieschermpje staan kijken en naar de radio staan luisteren. Dat Feyenoord gewonnen, dat Overkindval die goal had gemaakt. Dus waardoor Feyenoord de eerste Europa Cup voor Nederland had gewonnen. Dus ik moest onmiddellijk weer terug. Ik heb het nooit live gezien, Ferry, want ik praat er wel over, maar ik heb het nooit live gezien. Dus we moesten weer terug om een nieuwe lead te maken. Maar ik geloof wel dat je nou voor de 6e keer hebt gezegd dat Feyenoord de eerste Europa Cup van Nederland had. Welke club? Ja. Jongens, nou ophouden. Ja. En nu is het gezeik. Maar de eer was dit de drukkerij. Dit is ongelooflijk. Dit was de drukkerij, joh. Dat is onvoorstelbaar. Hier stonden de persen. Kijk, eerste Europa Cup. Proberen ze te laten zien dat ze kunnen voetballen, maar ik kan er niks mee doen met zo'n bal. Nee. Het is een eigendom van een particulier. Ja, precies. Okay. En die gaat er, voor zover ik weet, erg mooie dingen mee doen. Dus en ligt dus een heel klein tipje van de sluier op, van die mooie dingen, wat wordt dat dan? Boven in een appartement. En wat er beneden komt, is nog... Maar het zou... Iets met kunst, iets met cultuur, kijk, iets met... licht, ruimte. We hebben hier een expositie gehad met 18 galeries, 50 kunstenaars. En vooral s'nachts, dat licht, het is gewoon, je ziet het van donker naar licht worden. Het is zo'n mooie ruimte, het is een beetje te veel ergo. Het is jammer dat het wat mat is, maar anders dan... Nou, je ziet het ook vanaf boven, want je hebt van dit traphuis hier. We gaan wel even naar boven lopen. Ja. Een stukje met de lift. Dan zie je als hier de zon goed schijnt, weet je, dan knalt het naar binnen. Ja. En dan zie je die, dat is gewoon... De ramen zijn groot. Er waren 43 edities. Elke stad of streek had wel zijn eigen regionale editie. Werd gedrukt. In 4 drukkerijen, in Groningen, Arnhem, Amsterdam en Rotterdam. En dat allemaal journalisten zaten er. Een heleboel leerlingjournalisten. Die ondersteunden dan de redactie. Er was nog geen school voor de journalistiek. Er waren geen scholen voor de journalistiek. Dus je leerde het vak eigenlijk bij het Vrije Volk. In Amsterdam was de hoofdvestiging op het Hekelveld. Daar werd je aangenomen. Dan werd je onmiddellijk doorgestuurd naar een van die andere 3 hoofdvestigingen en dan ben je weer doorgestuurd naar een editieredactie. Leuk dat jullie... Ik ben er niet. Daarboven. Oh, hier heb je een gezicht op die daken. Met dat licht. Kijk, ik weet niet hoe ze dat vroeger deden, maar ik denk dat ik als redactielid wel ergens hier buiten zou gaan zonnen. Denken jullie? Nou, dat denk ik ook wel, ja. Maar nog geweldig, man. Dat is echt leuk. Zeker. Maar dit soort daken, dat herinner ik mij met fabrieken. De Vulkanenfabriek, geloof ik, dat die ook zo'n soort dak had. Dit is de eerste. Ja. Ik zou zeggen, dit is hem, maar als ik boven ben, dan zie ik ongetwijfeld dezelfde. Het zijn allemaal dezelfde. Er is één groot verschil. Ja. En een etage staat een grote kluis. Zegt je dat nog iets? Nee. Deze wc's, die waren er toen ook al. Dit was er. Ja, dat moet dus wel. Daar was het telexhok, daar in die kant. En hier zat de eindredactie. En ja, het is... Het is ook voorbij en het is ook... Veel te ouderwets om nog te kunnen denken dat er is geen krant meer, Volkskrant is ook geen eigendom meer van de katholieken. Daar wordt ook niet Gods woord, wordt er ook niet verspreid.
trouwen zelfs al bijna van het confessionele geloof af. En de Telegraaf is er niet alleen meer voor de rijken en voor de kapitalisten. Maar wat vind je daarvan? Jammer. Dat is, ik vind het jammer dat dat deel van de journalistiek eigenlijk verdwenen is. Maar dat is met heel veel beroepen. Dagbladjournalistiek is een uitstervend beroep eigenlijk. Journalistiek niet. Want duiding behoort er altijd, zal er altijd blijven. En nieuws moet altijd gemeld worden. Maar ja, die meneer die daar langs loopt, die nu loopt te bellen, loopt niet te vertellen dat hij ons ziet. En dat kan iedereen horen. Hè? Ik bedoel, dat is... Nee. Iedereen heeft de beschikking over sociale media. En de krant als nieuwsbrengend medium is natuurlijk volledig... overvleugeld door allerlei andere aspecten van radio, televisie en zeker sociale media. Dus... Hier ben jij nog nooit geweest, Oude Kerk. Hier ben ik volgens mij nog nooit geweest. Hè. We waren altijd aan het werk. Die fascinatie voor het wielrennen, die vind ik dus hier helemaal niet terug. Daar vind je eigenlijk niks van terug, nee. Nee. Wanneer is het echt serieus geworden? Eigenlijk al vrij snel, 1954, toen de Tour hier voorbij kwam in Rotterdam. Ja. Het AD wilde die in de Vaart en Volkeren opstoten. Ja. Die zag in de Tour de France zag die een mooie gelegenheid. Die had als correspondent in Frankrijk had hij Ruud de Groot. Ruud de Groot was getrouwd met een Française, die was goed bevriend met de Tourdirectie, Léviton en Gaudet op dat moment. Ja. En die zei van, ik weet dat de Tour volgend jaar het liefst in het buitenland start, want dan kunnen ze wat meer geld beuren, Frankrijk heeft niet zoveel geld. Is dat niks voor jullie, voor het AD, voor Rotterdam? Ja. En die pluigers is naar Van Walsum toe gegaan op het stadhuis. Die was toen burgemeester en die zei van het kost je 100.000 gulden om hier de start van de Tour te krijgen. En die Van Walsum zei deze stad heeft wel iets anders nodig dan een paar van die maffewielen. Nou, maffen zal hij niet gebruikt hebben, want dat was zijn taal niet. Dus die zei van dat doen we niet. Nou, moet ik zeggen dat meneer Van Walsum 100.000 gulden in 1954 was toch een behoorlijk... Dat was een behoorlijk bedrag. Een behoorlijk bedrag. Maar, en het was hier in elkaar gepletterd. Ja. Dus ik denk dat inderdaad die meneer Van Walsum wel een punt had. Wat vind jij van niet? Jij bent natuurlijk blij dat die tourstart toen in Amsterdam is. Ik kan maar geen reet schelen. Nou ja, goed, maar ik hoor altijd maar toe. Van... Maar de echte geschiedenis ligt dus hier van de Tour. En niet in het Olympisch Stadion dat helemaal hartstikke vol zou hebben gezeten bij het vertrek van de Tour. Want als je de beelden ziet, dan zitten er misschien 15.000 mensen en zo. Ja. Ja, maar wat is daar nou belangrijk aan, dat Rotterdam of Amsterdam de eerste toerstad heeft? Als Rotterdam de eerste toerstad had gekregen, dan had ik misschien wel daarover geschreven, al in de schoolkrant in 1954. Oh, ja, dat was historisch wel een omwenteling geweest. Ja, precies, ja. Dat is helemaal waar. Toen hebben we dus, want ik zat op school op het Bospolderplein, toen mochten we van een meester... Ja? Mochten we naar de Tour gaan kijken. Toen hebben we op de hoek van de Albrechtskade en de Nieuwe Binnenweg... Ja? Heb ik daar tegenover Krijnborg en het postkantoor zat er geloof ik... hebben wij staan kijken naar de doorkomst van de Tour de France. Dat was zo voorbij. Ja, leuk. Hè? Yvette Horner stond toen te spelen. Ja. Hey, hoe mooi is die, hè? Dit is een fantastische mooie molen eigenlijk, hè? Ja, hè? Ja, ja. Kijk eens. Ze met de Euromast erachter. Ja. Ja. Ja, dat is een hele mooie molen. Die is volgens mij, of die nou ook in de fik heeft gestaan, dat weet ik eigenlijk niet meer. Maar ik heb hem wel in slechtere staat gezien. Er is hierachter, hier daar op de hoek had je de suikerfabriek van Noord, van de suikerzakjes. En daar vlak naast was het jeugdhuis Piet Hein, waar André van Duin... Voor het eerst optrad. Ja. Opgetreden heeft als bandparodist. En daar heb ik weer accordeon zitten spelen. In hetzelfde jeugdhuis. Ah, ja? Ja, maar
Niet wetend, maar voor André van Duin eigenlijk al, want dat was het nog op de lagere school toen ik hier zat. Toen speelde mondharmonica ging aan de kant, toen heb ik accordeon gespeeld, piano, klavier. En dus had ik in het fantastische orkest Casanova, dat werd niet naar mij vernoemd. En ook niet naar mijn vader. En daar speelden we fantastische dingen. En in datzelfde jeugdhuis eigenlijk. Dus later toen ik begreep dat André van Duin daar begonnen was, als bandparodist eigenlijk. Toen dacht ik van, nou, leuke bijkomsten gehad. Ja. Waar werd die molen voor gebruikt? Voor water wegpompen? Of? Ik denk specerijen. Nee, het is echt een molen met maalstenen. Okay. Of meel. Maar daarachter dat jeugdhuis, en die fabriek van Noord, er stond ook een molen. En die is wel afgebrand, dat weet ik wel. Daar zie je nog de resten eigenlijk van staan. Dat, maar daar zat toch ook jenever... Jeneverstokerij van Henkes, had je daar, ja. Dat is oud Delfshaven. Dat kan hier ook gemalen zijn natuurlijk, die rotzooi. Ja, precies. En hier stond dus die fabriek van Tromp en Ruup. Dat was mijn eerste baantje eigenlijk, toen ik... Wat is dat? Van Tromp en Ruup? Zuurwaren, ingelegde zuurwaren. Oh, ja. Zure bommen en zo. En dan gingen we naar boven, gingen we glazen staan spoelen, flessen staan spoelen. En dan kreeg je 2 cent voor geloof ik of zo. Peet, dit gebouw, hè, zie je dat nou? Ja. Het ziet er toch niet uit? Het detoneert toch volstrekt bij die molen en bij dat, hè? Ja, maar ja, dit is wel Rotterdam natuurlijk, hè, Ferry. Het is niet allemaal oude meuk. Ik bedoel, af en toe hebben ze wat tegen de grond gegooid en daar hebben ze nieuwe dingen neergezet. Dat is deze stad, hè? Afschuwelijke balkonnetjes, joh. Het moet volgens mij een blinde architect zijn geweest. Nou ja, het volgende opdracht was... Of een Noord-Koreaanse... Dat is jammer, ja. Als je nou dat stukje ziet waar jij opgegroeid bent... Het kan zijn dat het gerenoveerd moet worden, hè? Dat moet absoluut. Ja, maar het is toch veel mooier en oorspronkelijker, sfeerrijker... Ja. En dit soort in elkaar getimmerde ja-nee-brievenbus-fletjes. Als ik aan Delfshaven denk, dan zou ik het allerliefste toch weer even klein zijn. Als ik aan Delfshaven denk, dan zie ik de Albrechtskolk en het Piet Heinsplein. De Achterhaven, de ophaalbrug. En het oude kerkje, daar denk ik aan terug. Ben er geboren, ik heb er gespeeld. En onwendig en verlegen mijn eerste meisje gestreeld. Delfshaven, Delfshaven, ik ken elke steen. Een prent van je wolkje herken ik mijn een. Delfshaven, Delfshaven, zo klein en sereen. Delfshaven, ze bouwden een stad om je heen. Achterbuurt van Rotterdam, ze hebben gaten in je oude lijf geslagen. Het was op het nippertje dat ze toch plotseling je schoonheid zagen. De sleeperswagen, de paardentram. 1 keer per jaar, een dag uit naar Schiedam. Zondags een bolt en soms een glas. En zwieren met de waaierokken als het koning in de dag was. Delfshaven, Delfshaven, ik ken elke steen. Een prent van je kolkje herken ik meteen. Delfshaven, Delfshaven, zo klein en sereen. Delfshaven, ze bouwden een stad om je heen. Delfshaven, Delfshaven, ik ken elke steen. Een prent van je wolkje herken ik meteen. Delfshaven, Delfshaven, zo klein en sereen. Delfshaven, ze bouwden een stad om je heen. Delfshaven, ze bouwden een stad om je heen. Delfshaven, ze bouwden een stad om je heen. Delfshaven. Dus je was een intelligente man en toen was je een jaar of 12 en toen werd het... Matenesse HBS, naar de HBS. Ja, en dan lopen we nou langzamerhand. We lopen vanuit de Schermlaan, hier was vroeger trouwens mijn kapper, hier zo in de Schermlaanhoek. Okay. Slavendijkwal, daar aan de overkant, achter dat beeld van het Hof. Dat is de Matenesse HBS, dat wel ontzettend mooie, majestueuze... gebouw eigenlijk nog. Maar wat een uniek stukje Rotterdam is dit eigenlijk.
Ja. Dit heeft een paleisachtig, ja, ik weet niet hoe ik het moet zeggen, maar met dat beeld daarvoor en die huizen die daar van de grote weg afstaan. Ja. Het heeft iets buitenlands ook, vind ik. Ja. Iets, je zou het als het ware zo naar Frankrijk kunnen exporteren. Ja, absoluut. Ook met een mooi beeld ervoor. Ja. Weet je wie dat is eigenlijk? Van het Hof. Van het Hof. En wie was Van het Hof? Die deed toch iets met stoffen, met... Chemie? Ja. Scheikunde. Oké. Okay. Hij had toch de Nobelprijs? Dat heb je helemaal goed. Nobelprijs in... Ja, want ik heb toen... Ik heb 20 jaar geleden nog die hele grote encyclopedie heb ik gekocht. Ja. En daar kijk ik dat allemaal in na. En daar staat hij ook in. Ik zie daar twee paranymfen zie ik zitten. Ik dacht dat het er vier waren. Of ze zijn verdwenen, of ze zijn uitgevlogen, of het waren er echt maar twee. Maar ik weet de reden en verbeeldingskracht. Maar wat hebben die met zijn beeldenis te maken dan? Dat stond aan de basis van zijn kennis, denk ik, van zijn wetenschappelijke kennis. Ja. Er staat daarboven, staat hogere burgerschool in die gouden letters, zie je? Oh ja? Dubbel O. Is toch maar met één O? Ik zie twee O's staan daar. Ja, ja. Nou, een lekker schooltje dan. Ach. Hier is nou Connie Jansen, maar Connie Jansen is er niet, want Connie Jansen danst. Connie Jansen is er. Zie je wel? En het is met een... Dit is tegenwoordige tijd. Daar, Connie Jansen danst ook. Ja. Connie Jansen is een choreograaf. Dit is een gezelschap dat... door heel Nederland reist eigenlijk met voorstellingen en ze maken hele mooie voorstellingen. Je had in Rotterdam in de periode dat ik op de kunstredactie zat, had je 6 dansgezelschappen. Rotterdam was werkelijk waanzinnig populair met dansen toen. Dansateliers, Danceworks, Piet Rogie, bestaan bijna allemaal niet meer. Dansateliers geloof ik nog wel. En Connie Jansen danst. En Connie Jansen danst zit nu hier. Hallo. Hallo. Ziet hier zie je al die bordjes van de kunstenaars die er nog zitten. Dat, ja. Hallo, is Connie thuis? Wie is dit? Dit is Ferry de Groot van RTV Rijnmond. Die is er wel. Is Connie wel thuis? Ja. Oké, okay. Kan ik haar even bezoeken? Dat moet ik heel even vragen hoor. Oké. Ja, ja, we kunnen erin. Ik ga er vast naartoe. Ja. Dit was de oorspronkelijke ingang van jouw HBS. Dit dus. Was de ingang van de HBS. Concierge zat hier, aan deze kant. Meneer Op den Brouw heette hij. Op en daar zat de directeur. Ja. Die ook van het GEB nu, geloof ik. Ja. Dat was een hele eng. Ik weet niet eens hoe die man heet. En dus hier zat de directie. Ja, dit, is, dit is het GEB Elektra. Dit is nieuw hoor, dit heeft er niet gestaan. Het was een hele grote royale hal eigenlijk. Ja. Maar dit hebben ze in verband met bewoning van anderen hebben ze daar een muur tussen gezet. Oh, dat was echt heel majestueus. Dit, en hier waren ook lokalen voor de kinderen? Allemaal lokalen daar. Ja. En waar zat jij? De leraren zaten in een lokaal. Ja. Dus als je natuurkunde gaf, dan zat je in dat lokaal. Oh, de kinderen en als je natuurkunde had, moest je de kinderen moesten wisselen. Ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Even kijken, links. Hè, zat er. Hadden we feesten, er werd natuurlijk toch alcohol binnen gesmokkeld. En dat mocht allemaal niet. Maar schoolfeest, één keer in de maand, de Naston. Orkest altijd, Dixieland muziek. Uh-huh. Dat regelde ik meestal. We hebben de Perdido Street Parade, dus weet ik nog. Winnaars van het Loosdrecht Jazzconcours in 1963-64 had ik een contract meegetekend voor een paar honderd gulden per optreden. Dus daarna werden ze winnaars van het Loosdrecht Jazz, vooruitziende blik, stonden hier te spelen. Die hadden wij. En deze week nog. En jullie hadden hem nog voor de bodemprijs. En we hadden hem nog voor de bodemprijs. Of je een nachtclub binnenkomt. Nachtclub. Dit was de aula. Dit moet jou als oud-journalist toch wel bekend voorkomen. Dat is zo door die gordijntjes heen gehad. Ook een muur tussen gezet, dit was de aula. Oké. De aula als er bijeenkomsten waren
waar meer mensen bij moesten, meer kinderen bij moesten zijn dan in de klaslokaal konden. Dan kwamen ze hier staan. En, dan, ja. En hier waren dus optredens. Rita Reis heeft hier nog opgetreden met Pim Jacobs. Dat had ik niet geregeld, maar die hadden toen wat schoolconcerten hadden die ook. Dat, zo. En dan stonden Rita Reis, Pim Jacobs, Wim Overgouw en Ruud Jacobs. Die hebben hier staan spelen op een podiumpje. Dat was niet mis. Dat was niet mis. Dat, nee, nee. Zeker niet. En hier had ik dus ook, weet je wel, dat existentiële... Pardon? Dat existentiële jazz en poetry. Zit je gebit wel vast zo? Zeg het nog eens. Klein bar. Jean-Paul Sartre speelde altsax. Nee. Okay. Maar er stond een jongen die stond altsax te spelen en een andere gitaar. En ik dichtte daar wel tussendoor. En ik rookte een pijpje en dat mocht natuurlijk helemaal niet op school. Maar daar wel, als je existentialist dichter was. Het is een mooie wijk eigenlijk, als je dat nog ziet. Prachtig. Mooie huizen. Ja. Beetje... Prachtig. Er was nog een oversteekplaats toen wij op school zaten. Ah. En dan liep je naar de overkant en rechtsaf, de eerste straat rechts, er was een sigarenwinkelier. En daar gingen we sigaretten kopen. En niet een heel pakje. Altijd kopen? Per stuk. Ja. Dubbeltje per stuk. 5 cent stuk. 5 cent dus. En dan kon we een sigaretje roken. Ja, ja. Die zal er niet meer zijn. Stiekem. Stiekem, natuurlijk. Die kant op. Connie Jansen danst. Hier ook een kleedkamer. Ja. En nou op alle deuren, Peter. Ah, hier is het lekker warm. En nou op alle deuren zit daar ram. Hallo, dag. Oké. Oké. Ja. Goeiedag. Hallo, hallo, hallo. Mogen wij heel even binnenkomen? Dag. Hallo. Ik ben Peter Ouwerkerk. We kennen elkaar van 15 jaar geleden of zo. Hallo. Toen ik bij het Rotterdam Zagblad werkte. Nou, laat maar wat zien. Oh, wacht even. Ik werk hierboven. Dus ja. In mijn studio. Dat is het oude... Tekenlokaal is dat? Nou, vroeger was dat een teken. Even mij naar boven nemen als je dat leuk vindt. Heel graag, ja. Wil ik graag nog ik even denk, zien. Ik weet niet, dat vind ik wel leuk, want dat kan je me dan vertellen. Hallo jongen. Hoi. Rondleiding van Connie zelf. Nou, jongens. Ja, hoe lang zitten jullie hier nu? Ik zit hier vanaf 2001. Hoewel. Van 2001? 2001 zit ik hier. Okay, ja, dit. Ja. Dit is de studio waar ik werk. Oké. Okay. Hier hadden wij de feestjes. Dat was toch het tekenlokaal. Ja. Hier hadden wij de schoolavonden, één keer in de maand. Ja, maar want ik zat te denken, dit moet ooit ook een echte grote ruimte. Kijk, hier hebben wij nog wel een gang bijgetrokken bij deze studio. Ja. Ja. Dus waardoor die groter is geworden. Aha. Dat heb ik niet gedaan overigens hoor. Dat is al, dat is door de... En toen ik hier inkwam, was het al zo. Aha. Dit stuk is erbij getrokken dan? Dat denk ik, als ik naar het... Zijn er een paar leerlingen van je boos geworden? Nee, ik kom door de zon. Ik dacht ook, waar komen die spiegels nou allemaal kapot? En toen ineens stond ik erbij en toen hoorde ik knap. En toen keek ik ernaar. En dan was hij heel erg warm door de zon. Oh. Ik heb hier heel vaak, dan zijn we aan het repeteren. En dan zo tegen het einde van de dag, hè, zo, ik repeteer tot 6 uur met de dansers. Dan kan het licht soms zo verschrikkelijk mooi zijn. En dan zeg ik, jongens, even stoppen. Even kijken. Even het licht voelen. En als je dan ziet hoe het dan gereflecteerd wordt daar in die gebouwen daar. Ja. Dan is dat zo waanzinnig mooi. En dan, in dat geluk, nu is er helaas zijn er al die dingen voorgebouwd. Maar... Weet je, die groene toren, dat is natuurlijk prachtig in het licht. Ja, ja. En dan moest ik altijd een bal openen. Ja, dat is ongelooflijk. Want ik was voorzitter van die Naston, heette dat. Na studie ontspanning. Betere naam was er niet. Jaren 60, ja. En dan, dan mocht ik de bal openen. Met juffrouw Scheffer Kristallijn waarschijnlijk. Omdat hij had gezegd van, wat wil je worden? En dan ging ik dansen met hem. Gingen we zo dansen. En dan werd er snel afgetikt. Hier, ja. Ik zeg, als ze de vloer openen, ligt er nog DNA van mij aan alle kanten, denk ik. Dat, ik vind het zo'n geweldig gebouw, toch? Ja. Maar zouden we niet
een initiatief kunnen ontlokken ergens, dat ze het van binnen ook wat mooier gaan maken. Want ik vind het een van de meest indrukwekkende schoolgebouwen van Rotterdam nog steeds. Ja, maar het ziet er nou toch niet echt jouw niet meer bewoond, behalve dan door de kunstenaars, maar volgens mij moeten ze zelf hun eigen centrale verwarming meenemen. Want het is ijskoud. En, maar de lokalen zijn zo mooi. Ja, je zou hier zomaar bijvoorbeeld ook een hotel van kunnen maken. Maar je zou hier ook appartementen zou je hier kunnen doen. Wat ze en terug hier aan dezelfde Slavendijk wel op de Henegouwenlaan hebben gedaan met het voormalig gerechtsgebouw. Scheidende wielervedette Jan Janssen, eens winnaar van de Tour de France. En de Belgische coureur Eddy Merckx, meer dan eens winnaar van de Tour de France, kregen bloemen voordat Eddy Pieters Graafland het startschot loste voor de derde Rotterdamse Zesdaagse in het Ahoy Sportpaleis. Zesdaagse is iets te veel gezegd voor dit wielerevenement, dat eigenlijk een internationale zesavondenwedstrijd genoemd moet worden. Want er wordt alleen tussen 7 uur 's avonds en uiterlijk 3 uur 's nachts gereden. Maar dan gaat het meestal ook wel hard, want telkens opnieuw worden er premies uitgeloofd waarop de koppels bijzonder fel jagen. Het Luik was hier volgens mij. Nee. Het Luik was daar. Daar? Daar is het podium, daar was ook het Luik. Oké. Ja. Hier was... hier waren de plaatsen voor de brandweer en de EHBO. Okay. En als je goede relaties in Ahoy had, kon je altijd daar voor niks zitten. Oh ja. Ik heb, voor de Eagles heb ik betaald, heb ik daar gezeten, maar ik heb ook één keer de Eagles daar gezien, ja, en nog veel andere concerten. Ja. Neil Young en... Ik ben één keer bij Lee Towers geweest, met zijn gouden microfoon. Ik heb Lee vaak zien optreden. Maar dan moet je niet verder over lullen, maar ik ben één keer ben ik dan bij geweest. Had je toen betaald? Weet ik niet meer, ik denk het niet. Ik denk dat ik dat al gewoon... Voel je het goed? Ik was niet zo'n fan van Lee. Ik had ook de indruk dat hij zijn Engels had opgedaan in een steenkolengebied. Op een hijskraan? Ik was niet zo... Maar, ach, voor de stad Rotterdam was het wel een goeie moppetapper, hè? Pff, ga weg, man. Lee Towers. Leen had altijd een nieuwe mop. Ja, maar die ik al 140 jaar kende. Nou ja, oké. Hij was ook wat jonger dan jij. En hij kwam er altijd van... dat begon niet. Meteen te zingen of begon hij nee, om moppen te vertellen. Nou, ja, maar het is een doodgoeie. Het is een ongelooflijk lieve, aardige man. Het is echt gewoon een goede Rotterdammer. Juist. Onverstoorbaar verzorgen de soigneurs het materieel waarop de 13 koppels hun duizenden rondjes draaien, elkaar met een flinke duw in de rug om de zoveel rondjes aflossen. Tot de grote favorieten werden van het begin af aan gerekend de koppels Merckx, Cercu, Frits en Kemper en Pijnen Duindam. Zij zorgden met de anderen voor een wielerspektakel dat de liefhebbers in grote aantallen in het Ahoy-complex bijeenbracht. Jouw belangstelling voor wielrennen, heeft dat met Ahoy te maken of... Ahoy was er nog niet toen ik voor het eerst op de sportredactie van het Vrije Volk, de landelijke sportredactie van het Vrije Volk, onder leiding van Evert Griffhorst. Ook oud-Schavenbij voorlichter. Toen, precies, met Wim Jessen en Henk Lichtenveld, oude coryfeeën op die sportredactie, daar zat ik toen ook als jongbroekie. Toen ben ik de wielersport gaan overnemen van Ger Schuurman. Nou, toen kwam in 71, op 16 januari 1971 is de baan hier geopend. En ik heb hem vanaf het begin zien bouwen eigenlijk. Ik heb hier met mijn voeten in het cement gestaan, inderdaad, toen het gebeurde. Dit was allemaal park, hè? Dat was een deel van het Zuiderpark. En het werd toen tot ergernis van allerlei volkstuinders, werd dat toen opgeofferd aan een groot sportpaleis. Dat inmiddels is uitgebreid met nog een stuk of 4 grote hallen. Dat een immens complex is geworden eigenlijk. Toen werkten we hier. Toen was het Vrije Volk inmiddels teruggetrokken op Rotterdam. En toen heb ik al die zesdaagse die er zijn geweest, heb ik eigenlijk
ja, verslagen. Daar heb ik in rondgelopen. En we schreven niet echt over de wedstrijd, maar wel over de dingen die er rondomheen gebeuren. En af en toe ook de wedstrijd. En als het moest, ook heel kritisch. De Zesdaagse van Rotterdam kent als vanouds vele mooie onderdelen. Zoals de koppeltijdrit, de Danny races en de afvalkoers. Maar het grote verschil wordt natuurlijk gemaakt in de koppelkoers. De winnaar van vorig jaar, Nicky Terpstra, hier in het witte shirt, is natuurlijk weer van de partij, maar ditmaal zonder zijn maatje Iljo Keijsen, die geopereerd is aan zijn lies. Nu vormt Terpstra een koppel met Juri Havik en geldt het duo als titelkandidaat. In de eerste koppelkoers van de avond laten ze zien waarom. Terpstra laat iedereen achter zich en komt solo over de finish. Rotterdam had altijd wel iets van een sportachtige hal, de energiehal bij allerlei internationale en nationale evenementen vooral. En toen was er een wethouder Langehorst, volgens mij, die zei van we gaan, de bomen groeiden tot de hemel. Alles kon nieuw in Rotterdam, al het oude ging tegen de grond aan zo ongeveer. Er was ook een behoefte aan tentoonstellingsgebouwen, dat kwam bij elkaar. Er werd een sportpaleis werd er neergezet voor, ik geloof, iets van 50 miljoen gulden, als ik het goed heb. Er konden ook tentoonstellingen in worden gehouden en er konden sportevenementen komen. Eigenlijk was er eerst de wielerbaan en toen hebben ze er een sportpaleis omgezet. Er konden allerlei evenementen, basketbal, Transol heeft hier gespeeld, Rotterdam-Zuid. Mini-voetbal van de NCRV. Mini-voetbal van de NCRV. Maar met dat basketbal zaten soms 8.000-9.000 mensen op zaterdagavond hier in het sportpaleis. In hun grote jaren werden kampioen van Nederland, speelde Europa Cup. Je ziet nu wat er nu gebeurt met de korfbalfinale. Nou, de korfballers gingen één keer per jaar naar Ahoy toe. Dat was hun mekka van het korfbal eigenlijk. Hè. Dat zat helemaal vol. Helaas, 10.000 mensen. Onze Eibernest. Precies, de PKC, Detos, ja. Weet ik vooral, ja. Al die ploegen, die gingen. Dat was een groot familiefeest, dat ook door de NOS werd uitgezonden. Niet live, maar toch. Die sport die heeft zich hier jarenlang thuis gevoeld. Het korfbal heeft zich hier thuis gevoeld, de mensen hebben zich hier thuis gevoeld. En wat gebeurde? Die korfbalfinale die is nu volgend jaar in, volgens mij, het Ziggo Dome in Amsterdam. Om reden van ongetwijfeld geld. De eerste wedstrijd gaat Hoogland al vroeg de sprint aan. Bos komt nog wel in de buurt, maar is net te laat. Hoogland, een super lange sprint en de winnaar, applaus voor hem. De wielerbaan is vooral ook weggegaan omdat toen Rotterdam met Ahoy de belangrijkste Nederlandse accommodatie voor popconcerten werd. En dat er veel meer aan popconcerten kon worden verdiend dan aan die 25.000 toeschouwers die één keer per jaar 6 dagen hier op de stoeltjes zaten om die wielrenners te zien rond te gaan. Ze hadden kortom meer vierkante meters hadden ze nodig. Het hele grote middenterrein wat er is een verbouwing daar gekomen. Lee Towers is eigenlijk de schuld van het feit dat wij... Die is aan zijn eigen succes te noemen. Lee Towers is begonnen op de Zesdaagse. Oh ja. Begonnen op de Zesdaagse. Oh ja. We hadden altijd hele grote artiesten hier staan, echt grote artiesten, ja. Nederlandstaligen vaak. Litouwers is hier begonnen op een avond toen had Post tegen hem gezegd van joh, Leen gaat hier eens een keer, ga hier eens een keer zingen. Dat heeft hij gedaan, dat was een waanzinnig succes. En toen zei Post, jij moet eigen shows gaan maken, eigen Litouwers specials of hoe heette die allemaal. En toen is Leen is... Hier is een concertreeks begonnen als gevolg dus van die ene keer dat hij op de Zesdaagse... zijn ding heeft gedaan. Je hebt ook heel veel boeken geschreven over wielrennen. Ja. En hoeveel keer heb jij de Tour de France in Frankrijk meegemaakt? Ik heb 29 keer van begin tot eind meegemaakt. En ik ben daarna na 2000 ben ik elk jaar nog wel een keer terug geweest. Dus ik heb bij elkaar ook zo'n stuk of 45 tours gedaan, ja, van 71 af. Behalve die van 2000, nee, behalve die van 1980. Oh, dat was dat Joop Zoetemelk won. Wonder eindelijk een Nederlander was jij er niet. Ja. 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 Wrijf het er maar even lekker in. Ja. Hey, maar... Weet je waarom niet? Omdat ik gewoon op dat moment dacht dat Zoetemelk die tour nooit zou winnen. Zoals ik ooit eens een keer heb geschreven dat Felipe de Hertog nooit Olympia's Tour zou winnen. En het jaar dat ik er niet was, toen won hij hem. En met Zoetermeer is het precies hetzelfde gegaan eigenlijk. Maar we waren met z'n allen waren we de wereld aan het dienen. Want we gingen mooie reportages maken op de Olympische Spelen in Moskou. En dat was achteraf gezien. Je moet nergens spijt van hebben. Maar heb jij nou toch ook, als je aan die grote keukentafel van jou zit, hè? Ja.
Heb jij dan nog wel momenten dat je verlangt naar vroeger? Ja, eigenlijk altijd wel. Dus eigenlijk al, ik ben benieuwd, heel benieuwd wat er nu nog gaat komen eigenlijk. Dat, ja. Dat wel. Nou, ik kan je meedelen. Het meeste heb je gehad. Ja, ik ben over de helft, volgens mij. Meer, ja, meer dan. Ruim ja, over de helft. Ja, ja. Ja, ja. Maar vroeger, ja, vroeger was alles anders. Dat, niet beter, maar wel anders. Ik vind mijn verleden vind ik een ontzettend dierbaar verleden eigenlijk. Ik denk best nog wel aan vroeger, ja.